Geen huizen, maar een beschermd natuurgebied waar Tielse kinderen van alles kunnen leren over de natuur. Omwonenden van de Jonker PA Reuglinlaan bij Passewaai komen met een eigen plan voor het terrein waar de gemeente Tiel woningen voor mensen met psychische problemen wilde plaatsen. De bewoners vinden de locatie absoluut niet geschikt voor het wijkje en hebben hier fel tegen geprotesteerd. Daarop is het plan in de ijskast gezet. Volgens de bewoners is het terrein waardevol natuurgebied en ideaal voor natuureducatie aan Tielse kinderen. Onder meer de beschermde ijsvogel zou er voorkomen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel binnenkort. Op voorhand laten de ambtenaren weten dat de bestemming natuur niet voor de hand liggend is voor deze locatie. Uit recent onderzoek zou namelijk blijken dat er slechts algemene voorkomende planten en dieren voorkomen.